Video's zo manipuleren dat je iedereen kunt laten zeggen wat je wil. Het kan met deepfake-technologie. Op het internet circuleren steeds meer van die video's en ze worden technisch steeds beter. Zo goed zelfs dat echt en nep nog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Of het te stoppen is, denk ik niet. Want het is een trend die gewoon iedereen gebruikt. Het zal steeds vaker gebeuren dat je leuke filmpjes maakt. Of dat je het op hoe filmmakers zullen het gaan gebruiken om betere films te maken. Dus je kan het niet stoppen, maar je moet wel heel goed opletten als je informatie tot je neemt of dat wel juiste informatie is. Dus het algemene publiek zal heel erg bewust moeten zijn van wat je ziet. Dus als je iets ziet op een programma zoals we vandaag aan het kijken zijn op NPO 1, dan weet iedereen dat dat wel goed zal zijn en dat dat ware informatie is. Als je iets op een hele obscure website ziet, moet je altijd blijven nadenken, is dit wel echt? Ja, eventjes bij het begin beginnen. Wanneer is een video nou deepfake? Wanneer kwalificeer je iets als deepfake? Dat heeft ten eerste te maken met de techniek waarmee het mee is gemaakt. Dat heet deep learning. En fake staat voor dat het nep is. Dus dat is eigenlijk de combinatie van de twee. Dan is iets een deepfake video. En de meeste deepfake filmpjes die mensen kennen, die krijg je waarschijnlijk via WhatsApp of via doorgestuurd. En dan zie je iemand dansen, dan staat iemand anders zijn hoofd op. Maar dan zie je heel duidelijk dat het nep is en dat het beeld een beetje schokt. Mm. En dat is de leuke kant ervan. Hè? Je kan er van alles mee in de cabaretwereld, in de filmwereld. Maar er zijn ook niet leuke kanten aan. Ja. En de niet leuke kanten, als het gaat om nepfilmpjes maken van mensen die dingen zeggen die ze niet hebben gezegd, die kunnen echt bedreigend zijn voor onze democratie. Maar die kunnen ook gebruikt worden om mensen op te lichten, af te persen. Dus dit is echt iets waar we als politiek wat mee moeten. Ja, is dat dan ook waar u het meeste zorgen om maakt? Ja, daar maak ik me op grote en op kleine schaal. Dus aan de ene kant, je zou een filmpje kunnen maken van de president die iets zou zeggen waardoor er een oorlog potentieel wordt uitgelokt. Ja, hoe kan je dan nog bewijzen dat dat filmpje nep is? Maar ook op kleine schaal. Je ziet nu dat bijna 96% van de deepfake filmpjes die worden gebruikt in de porno-industrie. En daar zijn vaak bekende vrouwen slachtoffer van. Dat hun hoofd wordt gebruikt in een filmpje, terwijl zij dat niet zijn. Ja, zie ook dat maar te bewijzen. En ze hebben ook onderzoek gedaan en uit onderzoek blijkt dat de vrouwen die dan, die zelf slachtoffer zijn die naar het filmpje kijken, die voelen zich daarna dus ook echt aangerand. Ja. Dus dit is op grote en op kleine schaal een menselijk drama, maar ook een gevaar voor hoe wij samenleven. Ja. En wetgeving zou er dan iets aan moeten veranderen? Ja. Hoe? Nou, allereerst is het belangrijk dat op het moment dat er een deepfake filmpje wordt gemaakt, dat ergens herkenbaar in beeld komt, met een watermerk. Dus dat is aan de maker, moet dat dan zelf doen, de maker van het filmpje. Maar daarnaast wordt dat filmpje natuurlijk ook ergens gepost. Op Facebook, op Twitter, ergens op een social media platform. En die social media platformen, vindt de VVD, die moeten ook verantwoordelijk worden voor het herkennen van die deepfake filmpjes en het ook aan te geven. Want deepfake filmpjes kunnen ook humor zijn of een journalistiek doel hebben, als de kijker maar weet dat hij naar iets kijkt wat nep is. Ja. Meneer Rosenthal, hoe zou u reageren als er ineens een filmpje van u op het internet verschijnt waarin u, ik weet niet, de Macarena danst? Dat is dan nog onschuldig. Nou, dat accepteer ik dan nog wel. Hè? En ik denk ook dat velen die dat dan zouden zien denken van, dit kan niet echt zijn. Dit kan niet fake zijn. Maar wat mevrouw Krojkovski zegt, als ik het even naar de politiek toebreng, wat daar kan gebeuren in campagnes. Ja. Dus deepfake, campagne dingen. Dat is één. En het tweede punt is, hoe zorg je ervoor dat je dan wetgeving hebt die ook die zogeheten platforms, zoals internet, zoals Facebook enzovoort, aan je regels binden. Ja. En dat is, als ik het goed heb, is dat vooral in Amerika een heel lastig punt, omdat die platforms dus gevrijwaard zijn van verantwoordelijkheid voor wat ze doorgeven in de formele zin. Ja. Ja, dus dat is iets waar we in Nederland, maar ook op Europees niveau wat aan moeten doen. En gelukkig loopt dat gesprek ook. Hè, om social media platformen die eigenlijk bijna soms een soort vrijstaat waren van desinformatie, opruimingen, polarisatie. Er komt wetgeving aan vanuit Europa om die platformen meer verantwoordelijk te maken voor dat wat ze ook de wereld mede inslingeren. En daar is juist het aanpakken van deepfake is daar eigenlijk een hele mooie opening in. Ja. Dus gelukkig lopen er al allerlei trajecten waar we gewoon als politiek. Mag ik daar toch een vraag over stellen? Want ik zie in de praktijk als journalist hoe ontzettend veel moeite die platform zal hebben om
allerlei andere vormen van desinformatie te verwijderen en te bannen. En dan komt er eigenlijk nog een taak bij. Mm-hmm. Terwijl we nu al concluderen dat de taak die ze zouden moeten uitvoeren, dat ze dat niet naar behoren doen. Ja. Dus het lijkt mij op het moment dat er een deepfake van iemand wordt gemaakt, van een politicus, waarom is dat geen zaak voor het Openbaar Ministerie om gewoon mensen op te sporen en te vervolgen? Nou ja, ook. Dus het is niet alleen, het is uiteindelijk het platform wat dat filmpje zelf moet verwijderen. Mm-hmm. En ik heb niet zo'n medelijden met die social media platformen dat ze het allemaal moeilijk vinden. Mm-hmm. Zij wilden graag groot worden, tot in de haarvaten van onze samenleving zitten. Ze zitten ook in ons hoofd, hè. Als je iets post op Facebook of Twitter, dan ga je automatisch zoveel minuten of uren later kijken, heb ik al een like, heb ik al een... Ja. Dus zover zitten ze al. Daar komt ook gewoon, verantwoordelijkheid bij. En dat is ook niet het mechanisme zijn dat zo'n filmpje verspreidt. Dus je hebt inderdaad de maker, je hebt het social media platform die het verspreidt. Maar je hebt ook OM, politie, die uiteindelijk gewoon de daders moeten kunnen aanpakken. Maar die social media platformen zijn een heel belangrijk schakel in. Ja, maar als ik het dan zo hoor, dan lijkt me toch, als wij Facebook bijvoorbeeld ergens toe willen dwingen om te doen, dan moet je dat Europees aanpakken. Want ik denk dat het ingewikkeld is om een Nederlandse minister of staatssecretaris dat te laten afdwingen. Ja. Maar heeft het dan zin dat we in Nederland ook nog praten over wetgeving als dat toch boven ons hoofd eigenlijk gebeurt? Ja, zeker, omdat wij juist in Nederland ook input meegeven in Europa. En je ziet dat dit wel het moment is dat iedereen doorheeft. Ja, wacht even, wat er allemaal online gebeurt. Op straat hebben we allemaal regels met elkaar afgesproken, maar in die digitale wereld nog niet. En dat besef, dat begint nu overal door te sijpen. Je ziet het vaker in de krant voorbij komen, in de politiek, maar ook mensen thuis denken er meer over na. Dus dit is wel het moment om daar wat mee te doen. Ja. En er is, VVD heeft nu ook al geregeld dat er inderdaad makers verplicht worden om zo'n watermerk toe te voegen aan zo'n filmpje. Maar nu willen we ook nog op die platformen verplicht worden. Ja, en hoe ver bent u bereid erin te gaan? Want uiteindelijk gaat het ook om een vorm van vrijheid van creativiteit en meningsuiting. Ja, daar mag niet aan getornd worden. Dus de wetten zoals we ze nu hebben afgesproken op straat, of met vrijheid van meningsuiting, die wetten wil ik toepassen online. Dus wij gaan geen vrijheid van meningsinperken. Dat is toch belangrijk voor een liberale partij.